verkoop van de voetproductjes gaat eigenlijk vrij goed, zeker naar de zomer toe. De klanten willen eigenlijk allemaal stralende voetjes, babyvoetjes, om op vakantie te gaan. Hè. Ik raad dat eigenlijk aan tijdens de behandeling. Dan begin ik toch wel al, oei, er is toch wel wat last van droge voetjes. Of als er een schimmel is en zo. Dan adviseer ik wel met de producten die we hebben in het gamma, wat dat ze kunnen doen om hun probleem op te lossen. Dat we een behandeling hier in het instituut doen. Maar dat het niet alleen de behandeling bij ons is, maar dat ook thuis de behandeling heel belangrijk is. Dat geef ik toch wel altijd goed mee. De verkoop doe ik aan de kassa, dan zeg ik, kijk, dat zijn de productjes dat we kunnen voorstellen. Wilt je tot een bepaald resultaat bekomen en dan nemen ze dat mee. Ik adviseer de klanten tijdens de behandeling wat dat er eigenlijk nodig is om de staat van de voeten te verbeteren. Hè. Mijn tip is eigenlijk, durf de producten te verkopen. Ze zijn supergoed, we hebben mooie resultaten ermee. En als de klanten ons advies opvolgen, dan komen ze echt het resultaat dat ze nodig hebben.